Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. En we gaan zo meteen eerst eventjes mijn zusje bij de brommergarage ophalen. Ze moet de brommer even daar neerzetten. Want er waren wat dingetjes kapot. En het is te ver om te lopen voor haar naar de huis. Dus die gaan we zo even ophalen. En daarna ga ik pas even Bella doen. Want het is pas 9 uur. En Bella is vannacht nog uit geweest. Wat Pokémon met die kinderen doet, ik weet het niet. Maar die lopen 's nachts dus Pokémon's te vangen. De hele dag- en nachtritme is omgedraaid of zo. Maar ja, daardoor is Bella wel ook vannacht nog eens een keertje buiten geweest. Dus die kan nog heel even wachten. Heb ik iets meer tijd om eventjes YouTube te kijken. Slanke Fit TV. Kan ik even het filmpje afkijken. En dan ga ik mijn zusje ophalen. Michelle haar lunch. En wat hebben we daar? Wafels. Met ham volgens mij. Of bacon. Kipfilet. We hebben niks anders. En een ei. En stroop. Dat is haar lunch. Ja, zij kan het hebben. Nou, I wish. Niet zo lang meer. Nee, inderdaad. Als je zo doorgaat, dan wordt het toch wel eventjes iets anders, ja. En ze drinkt daarbij een glas iced tea. Dat hadden jullie gezien, hè? Laatst. Al die iced tea flessen die ik heb gehaald. Troy, waarom ben je zo schattig vandaag? Lig je lekker op je rug? Jij kan wel bij Michelle als ze aan het eten is. Dan moeten jullie zien hoe Bella erbij ligt. Bauw. Bauw. Ja. Want ik mag niet in de buurt van iemand zijn eten. Want ik hou heel erg van eten. Bauw. Oh, ga er lekker naar me voor liggen. Oh. Hij is echt een prins. Ja, rek je even lekker uit. Bella wordt jaloers. Bella is jaloers. Ben je jaloers, Bella? Bella is jaloers, Troy. En nu ga ik samen met mijn zusje haar scooter weer ophalen. Tenminste, ik moet nu eerst naar mijn zusje toe rijden. En dan kan ik haar eraf zetten. En dan kan ze met de scooter weer naar huis, want hij is gemaakt. Baal. Sinds vandaag is Pokémon Go ook in Nederland uit. En wat denk je? Alle servers plat. De hele dag is het al niet te spelen gewoon. Het was beter toen we nog via een Amerikaanse account speelden. Oké, dat hoort natuurlijk ook niet. Maar dat deden er een heleboel. En toen liep het wel allemaal prima. Maar nu het gelanceerd is, heb je er gewoon niks meer aan. Heeft niemand er meer wat aan. Echt zo jammer. Echt niet leuk. Dus geen Pokémon Go. Go. Echt super jammer. Wat moet ik nu met mijn leven? Nee, wel een grapje. Ik ga even een beetje opruimen. Ik heb mijn vlog al af. Die staat te renderen. En nou even een klein beetje opruimen. Het is een saaie zaterdag vandaag. En nou, mijn zusje heb ik weer thuis. Die heb ik bij de scooter afgezet. Is met de scooter naar huis gereden. Die is weer gemaakt. Ik heb wat wasjes gedraaid. En die zitten nu in de droger. Moet alleen nog even opvouwen. Wat eten we vandaag? Ik denk dat ik een blik soep opentrek. En we hebben nog wat harde broodjes in de vriezer liggen. Ik denk dat ik die erbij ga doen. Lekker makkelijk. Morgen naar de sauna met Daniella. En ja, ik denk niet zozeer dat ik daar kan vloggen. Zou het wel? Het is mijn eerste keer in de sauna. Ik denk het niet. Het is bikini dag morgen. Voor de eerste keer in de sauna. Ja, ik wil echt heel graag in mijn bikini dan. Dus ja, dat gaan we zien. Ik zal het jullie allemaal vertellen als ik dan weer terug ben. Ik zal jullie even laten zien hoe Troy erbij ligt. Troy heeft echt zijn geweldige poses. En nu ligt hij gewoon op tafel. Troy, mag dat? Mag jij op tafel liggen? Waarom moet je je uitrekken? Troy. Troy. Mag jij op tafel? Nee toch? Kom. 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 Ah, je bent vervelend. Je bent super vervelend. We'll be right back.
het leek het weer eventjes een opleving te hebben, maar het is weer weg. Ik kon er net eentje vangen en die bleef in de bal zitten. Dat was het. Happy vast. Toch weer naar huis toe. Sluit de vlog voor vandaag weer af. Vond je het een leuke vlog? Doe dan de duimpjes uiteraard omhoog. En vergeet je niet te abonneren op Huisje Weltevreden als je dat nog niet hebt gedaan. Doei doei!